Vorige aflevering in Quinn's video's. Dit vind ik gewoon heel raar, want kijk eens naar de tijd. Kijk eens wat er staat. 0-14 dubbele punt 0-12. Het origineel van het level is dat het 30 minuten lang duurt. Toen we bij 0-0 waren, respawnde ik en toen kon ik nog gewoon doorgaan. En de rest ook, dus ik snap echt niet wat er aan de hand is. We zitten nu hier al voor 10 minuten te wachten tot er iets gebeurt. Kijk maar, ik wil niet weg, want ik heb 2172 punten hier, dus dat snap je denk ik wel. Hier komt mijn laatste kill, kom op. Die, motherfucker! 100 destroyed! Screenshot! Bereid je voor een nieuwe video van een van de beste gamingkanalen van heel Nederland. Met Arvid. En Quincy. Hallo beste Quincy-Vidianen, welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben, zoals je ziet, net waren over zo vier geworden. Oké, dat moet echt stoppen. Dat moet echt stoppen. Maar, oh shit. Ik heb dus heel veel gespeeld. Hier heb ik al volgens mij 5 matches in gedaan met heel veel mensen die kennen mij. Ja, die kennen me niet echt, niet van Quincy-Vidianen of zo, maar de meeste zijn al weggegaan omdat ik zo goed ben. Van de vijanden bedoel ik dan. Shane, daar speel ik al een tijdje mee op deze ronde, maar we hebben nog niet gepraat natuurlijk. Maar ja, ik ben Warhand Officer 4. Wauw, dat is gewoon chill. Daar zal Quincy niet blij mee zijn, want hij wil per se dat wij dezelfde rang blijven. Dus nu ben ik nog een rang omhoog. Volgens mij als ik nog één rang omhoog ga, dan kunnen Quincy en ik nooit meer bij elkaar. Tenzij hij een rang up krijgt. Of dan is het nog steeds nog... die Quartz Q, die is er nog. Ik dacht dat hij weg was gegaan. Volgens mij is hij gewoon gecrashed. Ja, ik denk het wel. Volgens mij stond er net Joint Quartz Q. Nou ja, meneer de Hammer. Nou, ik wou even het goede nieuws geven. Ik heb een paar screenshots, die heb ik volgens mij, als het goed is, er al laten zien in de intro. Ik weet het niet. Maar als niet, dan komen ze nu hier. Oké, ja. Dus... ja, ik heb er 4600 kristallen van gekregen. In de laatste video, ja, de laatste die ik nog kan herinneren, had ik maar, ik denk 5000 kristallen of zo. En daarna, van dat de tijd geglitcht is, heb ik... Wacht even, serieus. Ja, dat gaat dus niet met die fucking easy daar. Hij gebruikt echt heel veel repair kits, die kwart. Maar, die tijd glitch had ik volgens mij maar 15.000 of misschien nog wel minder. Maar nu heb ik dus 20.000, omdat ik die 4600 plus heb gekregen en omdat ik zo vaak de dagelijkse missies doe, die zoals je ziet, die heb ik nu alweer gehaald. Hey, ik stond even met het ding te kijken en kom jij er weer aan vallen, man. Gek. Ha, te laat. Maar ja, dus... Ik ben aan het sparen voor een... 100 ME, maar ik wacht nog even op het... Hoe heet het nou? Ik wacht tot we zo'n uitverkoop krijgen of zoiets. Een sale. En dan kan je het voor de helft van de prijs kopen. Misschien nog wel een kwart van de prijs. Ik denk niet dat het gebeurt, maar dat is wel zoiets. Want dan verspil je eigenlijk 10.000 kristallen als je het gewoon zomaar koopt. Dus ja. Dan moet je gewoon even wachten. Hey Railgun. Doei Railgun. Ah yes. Oh nee. Kutshaft, verpest het maar, hè? Verpest het maar. Ik wil net zo'n coole jump maken en komt weer zo'n kutshaft sniper. Daar ben ik al zo, heel vaak zo boos om geworden. En die kutsnipers de hele tijd. Ja, niet op deze map, want deze map is het nou echt, ja, die gaan meteen dood als er iemand anders hem aanvalt. Maar bijvoorbeeld op Madness, dan is het echt zo erg. Die kan gewoon, die wordt uit de lucht geschoten, die wordt van de achterkant weggeschoten. En dan staat hij weer te shaften. Ah, even niet eens dood. Van de faalhaas. Maar nu ga ik in ieder geval wel dood. Als ik naar beneden schiet, ja. Maar ja, dit is niet echt een aflevering. Ik denk dat het wel zo lang is geworden dat het echt gewoon een aflevering kan worden. Maar ja, ik ben Warhand Officer 4. Nou, bedankt voor het kijken. Misschien maak ik deze ronde nog even af voor jullie. Ik hoef tenminste één aflevering minder te uploaden tot aflevering 100. En bij aflevering 100
heb ik tegen Leander gezegd volgens mij in een keer dat we samen speelden. Echt een leuk idee dat wij bij aflevering 100 gaan we dan beginnen met de shaft te gebruiken. Ik heb nog nooit een shaft gebruikt. Volgens mij heeft Quincy met één keer laten zien hoe het eruit ziet van de binnenkant als een shaft gebruikt. Maar ik heb het nooit zelf gezien. Ik ben het alweer half helemaal vergeten. Het ziet er echt heel cool uit, zoiets. Ja, niet cool, maar een beetje raar. Huh? Ah, meneer de IC daar lekker achter de shaft verschuilen. En nu ga je dood. Nu is er geen shaft meer om je te beschermen. Nee. In één klap dood. Zielig. Hey Rico. Rico. Rico shot. Doe het maar even niet. Maar ja, we hebben dus elke keer gewonnen. Maar die kwarts. Kijk, is die er nog? Ja, die is er nog. Die kwarts, je pakt iedere keer de eerste vlag met zijn bonussen. En dan vernoept hij het heel. Ah, hij zit dan gewoon nog. Ah, motherfucker. Kom ik er net achter dat die gast nog zit? Ik kon gewoon naar daar naartoe gaan. Nou, wat ben ik toch dom. In ieder geval is het 6-1. Ik denk niet dat het 6-2 gaat worden. Die mensen die verliezen, echt, die zitten echt gewoon alleen maar te verdedigen nu. Ja, ik kan niet echt iets doen. Oh. Nee, jong. Ah, fucking. Wauw, campertje. Ach, wat zielig. Een keer komt die kwarts er weer uit. En niemand van ons team is aan die kant, hè. Wat een bullshit is dit. Gaan we de weg blokkeren zodat de shaft mij doodmaakt? Ja, dankjewel, jong. Dankjewel, Firebird. Vieze, vuile leier dat je bent. Vieze. Ja, lekker voor je. Ga je lekker op je fucking kant liggen. Vieze leier. Modder. Ja, dat is het dan de hele tijd wat ik aan het zeggen ben als ik hier de tankje speel. Maar nu moet ik echt heel veel eruit gaan bliepen. We hebben nog maar 30 seconden. Ik heb mijn koptelefoon kapot gegooid. Vandaar dat je geen normaal geluid hoort. Ja, ik gooi eigenlijk alleen maar dingen kapot die toch een vervanging nodig hebben. Dus dan zou ik bijvoorbeeld niet mijn computer kapot gooien. Want daar heb ik nog heel veel goede dingen op staan. Maar een fucking beeldscherm bijvoorbeeld. Dat sla ik ook heel vaak tegenaan. Dus ja, we hebben gewonnen met 6-2. Dat gaat echt niet in 14-10 seconden nog. Oh, echt waar, ben je toch een teringleier, man. Dat je bent. Nou ja, sorry dat ik er met scheld als je er gevoelig voor bent. Maar ja, tot ziens. Ik kan eigenlijk niet meer in deze match. Als ik nu eruit ga, dan kan ik er nooit meer in. Want dit voor, van, hoe heet het nou? Zo'n ster met... De rode ster met geel eromheen en dan zo'n twee, wat is het nou, pijltjes, halve pijltjes, top van de pijltjes eronder. Tot drie vierkantjes. En ik ben nu bij vier vierkantjes, omdat ik hier een rang op had gehad. Maar ja. Nou, tot ziens mensen. Doei.